Evert Wolf heeft de woning van mevrouw Viola Naarden gerenoveerd. Het dak is vernieuwd. Er zijn plafondsgrootte aangebracht. En we hebben ook de schutting van mevrouw Naarden vernieuwd. Voorzitter Vismalen vertelt u alles hierover. Maar eerst een resume van de situatie toen. Kijk en luistert u maar mee. Ik kwam kijken in mijn huis, dat zei ze in nood gaat. Maar wat is voor u nu prioriteit? Dus die dak moet verruild worden. Al die daken zijn niet goed. En wanneer het regen gaat, de zon naar boven. Nee, bedankt. Alles maar. En allemaal dat die sabi, een probleem sami ben de. De wan ook toe sabi, lolo met. Bedankt in dat ook toe, hè. Donderdag 2 december. We zijn voor de deur van mevrouw Viola Naarden. U weet, wij hebben ons bekommerd om de woning van mevrouw Viola Naarden. Dan praat ik over haar dak, plafond, schutting. En al deze drie items hebben wij succesvol kunnen opleveren aan mevrouw Viola Naarden. Mevrouw Naarden heeft een beroep gedaan aan 9 voor 12 als wij haar kunnen bijstaan met haar dak dat heel wat lekkages vertoonde. En wij hebben het helemaal vernieuwd. En dit hebben wij gedaan door tussenkomst van verschillende donateurs. Wij hebben in de eerste instantie een mevrouw uit Bersaba bereid gevonden die ons heeft bijgestaan. En daarnaast hebben wij andere donateurs ook bereid gevonden die ons verder hebben geholpen. Dan praat ik met name over een mevrouw ook die is komen te overlijden. Haar wens was altijd 1 voor 12 te ondersteunen. En dan praat ik over Weilen mevrouw Grep. Nabestaanden van Weilen mevrouw Grep hebben ervoor gezorgd dat er een donatie gedaan is aan 1 voor 12. En daarmee hebben wij ook kunnen bijpassen om, zoals de schutting van mevrouw Naarden, klaar te krijgen. Je ziet, we zijn nu druk bezig de schutting op te leveren. Het is maar verfgedeelte dat nog gedaan moet worden. Alleen kunnen wij de troep nog niet opruimen. We gaan kijken als we na dit weekend een transport vinden om dit voor ons te doen. Van hieruit willen wij alle donateurs dankzeggen die ervoor gezorgd hebben dat wij mevrouw Naarden haar woning succesvol hebben opgeleverd. Haar schutting. Vandaag kan je praten over een mooie kerst dat haar tegemoet gaat met de schutting. Want als je de beelden voorheen kijkt, schrikt u zelf hoe de schutting eruit zag. Natuurlijk doen wij alles met dank aan donateurs. En deze donateurs wil ik een pick-up geven die ervoor gezorgd hebben dat wij dit alles klaar hebben gekregen. Ons dank is groot en Gods rijkste zegen naar u allen.